Ik sta hier in Den Haag. In Amsterdam. In Den Bosch. Voor het gerechtshof. Wat zegt u? Ik ga een 31 stuk. Ik wil stop. Mag ik alleen nog het uitroepteken doen? Stoppen nu. Oké. 1 op de 5 vrouwen ondergaat in haar leven een abortus. En dit is geen misdaad. Toen ik die abortus had laten plegen, dat ik heel vaak dacht, mensen begrijpen dit helemaal niet. Dan hadden ze geen seks moeten hebben. Babymoordenaars, kindermoordenaars hierop. Wist jij dat abortus in Nederland in het wetboek van strafrecht staat? In artikel 296 om precies te zijn. En officieel is het dus strafbaar, tenzij je voldoet aan een aantal voorwaarden. Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Daardoor is abortus geen onderdeel van het reguliere zorgstelsel. En daar moet verandering in komen. Want we zien wereldwijd wat er kan gebeuren als conservatieve politieke krachten hun kans grijpen. Ik vind dat een uitstekende ontwikkeling. Ja, wij vinden elke abortus een tragedie en iets wat eigenlijk niet zou moeten gebeuren. Het is daarom tijd om abortus uit het strafrecht te halen, om beter te beschermen en te verankeren in de Nederlandse wet. Want abortus is geen